oppositie heeft de macht daarmee gedeeltelijk naar de Tweede Kamer verplaatst. Dat hebben we in de tijd dat ik hier 3 jaar rondliep als journalist. Werd alles door Balkenende en Verhagen afgetimmerd. En had je torentjes beraad. En dat was het zo'n beetje. Daar probeerden wij dan onze vinger achter te krijgen. Maar vandaag de dag vind ik het een stuk levendiger en ook transparanter.